In Emmeloord, daar zit een jarige Job, onze enige echte Jan van Dam. Die is vandaag jarig geworden, die is 60. Ja, iets leuks. Een kerstmannetje met een potje in de... Ja, ik geloof niet, je zint dat het worden gaat. Een hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag zondag, de 27e van de 11e, 2022. En we leven om 14 uur, 2 uur dus. Het is vandaag tevens eerste adventszondag. Ook is er wat anders aan de hand bij mij, in mijn hoofd. En ook in real life. En gaan we eerst naar real life toe. In Emmeloord, daar zit een jarige Job, onze enige echte Jan van Dam. Die is vandaag jarig geworden, die is 60. Ja, dus hiep in de hiep, hoera Jan. Van harte gefeliciteerd, lieve schat. Ja, ik had graag voor je willen zingen, maar dat doe ik straks lekker voor de telefoon. Want ik ben een beetje misselijk en draaiig. Waarvan? Ik weet het niet. Ja, omdat mijn hoofd weer maalt, weet je wel. Het is vandaag weer een dubbele dag. Want ja, net zoals wat ik al zei, real life, dat is Jan. Maar er is er ook eentje vandaag, precies 5 jaar geleden, naar de hemel toegegaan. En dat is niemand anders dan mijn lieftallige schoonmoeder. Dus ja, ook mijn zwagertje lief wil ik eventjes bijstaan van... Sterkte vandaag, lieverd, Adrie, dat het 5 jaar geleden is dat moedertje heen is gegaan. Ook jij zal er wel met je gedachten erbij wezen, hek, zo het vermoeden. Maar ja, hè, dat hebben wij toch. Jij bent wat dat er gaat, een gevoel, links, en ik ook. Maar in ieder geval, ik wens jullie een hele, hele fijne, mooie eerste adventszondag toe allemaal. Het is hier grijs, grauw en triest en van dat hele fijne regen iedere keer. Dus, en ik moet er wel doorheen, want mijn meisjes moeten eruit. Ja. Hé? Ja. Ik leg er hier eentje zo lekker lief lang uit. Hé? Hé, meisje. En daar zit er weer eentje op de kachel. Rijka. Rijka. Hallo. Boefie. Maar in ieder geval, wij gaan dus er even vandoor. En wat de dag ons verder brengen gaat, ik weet het niet. Maar in ieder geval, Claudia had beloofd vandaag te komen. En vanavond na 7 uur, ik ben benieuwd. Ja, ik hoop het eens een keer, want... Iedere keer komt er weer wat tussen, iedere keer maar weer. En dat is ook niet leuk, nee. Maar oké, lieve vrienden, we gaan gewoon er tegenaan. Ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen. Maar ook wat wij doen. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, dan ben ik maar weer even. Ja, ik was helemaal het een en het ander vergeten. Ja. Ik zat in eerste instantie, heb ik Jan gebeld, die is vandaag jarig. Dus ja, nogmaals maar gefeliciteerd, beter te veel dan helemaal niks. Ik had een tas to good to go besteld bij de Vomar. En die had ik bijna vergeten door een reden. Ik zat met mijn zwager eindelijk weer na zo'n lange tijd in gesprek aan de telefoon. Ja, en dan heb je elkaar veel te vertellen en te doen. Ja, en dan vergeet je wel eens wat. Maar in ene, ik denk, oeps, moet nog naar de woonmarkt. Maar kom ik daar binnen, vond ik iets leuks. Iets leuks. Een kerstmannetje met een potje in de... Ja, ik geloof niet, hyacint dat het worden gaat. Maar in ieder geval, dat vond ik zo lief. Ik denk, dat neem ik mee.
Ja, vind ik lief, maar dat is het enige wat ik dus betaald heb. Ik heb hier de tas Too Good To Go in zitten. Dus dat gaan we weer gezellig uitpakken met elkaar. En jullie weten het hoeken doen, ogen dicht. En het is graaien en ik vind ook een zak met, weet ik veel, sommige groenten, weet je, roerbakkelgroen. Jullie weten het al, ik nog niet. Nog gaan kijken. Er komt een grote neus aan. Prei! Maar dat is lekker! Kijk, weer eens prei eten. Lekker, lekker. Wat kost het? Staat het er ook op? Somewhere. Het is grof, zeggen ze. Gewassen prei, grof. Ik zie geen prijs staan. Nou ja, wie weet wat het kost, die zegt het maar. Ik kan het eronder neerzetten, hè? Ja, nou, dan gaan we weer oogjes dicht. Ik vond al een bak. Boel, die is zwaar. Een bak. Ik weet het niet hoor, jullie wel. Kipfilet. Oeh, yummy. Slik. €8,15. Dus met één zo'n ding heb ik bijna twee keer die tas, hè. Die kost nou op één zin na €5, €4,99. En deze is €8,15. Oh, oei. Nou, dan gaan we weer. Ik voel weer een bak, maar iets kleiner, geloof ik. Ja. Wat daarin zit, weet ik ook niet. Ik niet te weten, frico eten. Het zal maar geen frico wezen. Dit is zo. Hamlappen, twee stuks. €3,89. Zo dan. En ik heb jeuk, ook dat nog. Eeuw, die is ook zwaar. Niet groot, maar wel zwaar. Ik weet het niet hoor. Ik heb de ogen dicht. Oogjes open. Alweer kipfilet. €8,21. Zo dan. Nou. Wie het kleinste niet eert is het grutte niet weert, zeggen ze altijd. Dit is een ovaal rond, langwerpig rond bakje. Wat erin zit, Joost mag het weten. Oh, ja, dat is ook lekker, dat is ook duur. Kipburger met spek. €3,99. Weten jullie het nog? Ik het niet meer. Maar het is al dubbel en dwars betaald, die €5. Ik vond nou een heel klein bakkie. Heel klein bakkie bij de rest vergeleken. Ik weet niet hoor. Ik heb de ogen dicht. Nou, Maria, wat is dit? Ik lust geen gries meer, hoor. Ik zeg het maar zo vast. Afgeprijsd, ja, maar wat is het? Ik had niet eens het lezen. Ik zie iets over yoghurt. Maar daar staat weer, oh ja, dat kan ook Grieks wezen, hè. Ga eens ook niet snot koken. Griekse stijljoghurt. Nou, dat is afgeprijsd van 79 cent naar 51 cent. Dus dat valt nog wel weer mee. Maar deze blijft lekker. Oogjes dicht. Ik ga eerst voelen of er nog meer bakken in zit dan één. De tas is leeg nu.
Ik weet niet, want ik heb de ogen dicht, hè. Het valt wel van de ene kant naar de andere kant. Maar wat het is, Joost mag het weten. Doe de ogen open. En spekkelapjes. Ja, maar dat is ook lekker. Nou ja, voor 3 stuks. Zo, nee, niet waar. Ga eens even die snot koken. 1, 2, 4. Waar staat dat? Normaal staat dat er toch op. Hoeveel erin zitten? Speklap alle minuut. Maar er staat niet op hoeveel erin zit. Maar ik kan wel tellen. En dat is 1, 2, 3, 4 stuks. Voor 3,99. En er zit ook een zakje met kruiden bij. Ja. Dus ja, dat is het, lieve vrienden. Ik heb dus een heleboel vlees en 1 zak groenten. Ik ben er blij mee. En dat voor 5 euro. Ja, echt. Mijn genade. Nou ja, dan heb ik weer het een en het ander in te vriezen. En dat zetten we klaar om te eten. Met dit. Ja. Komt helemaal goed. Ja, komt helemaal goed. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder. En ik moet nog steeds een vlog in elkaar zetten. Ik moet de meiden nog uitlaten. Ik wil televisie kijken. Ik moet Mary bellen, want die belde me net omdat ik op de toilet zat. Ja, en sorry, ik kan niet alles tegelijk. Als ik op de wc zit, ik kan het niet opnemen. Nee, gaat het hem niet worden. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later.